En de Moravian Teachers Day is vanmorgen voor de 10e keer georganiseerd door de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS. Het thema tijdens deze tweedaagse workshop is EBGS-onderwijs inspireert en verrijkt. En heeft als doel de leerkrachten toe te rusten om op adequate wijze invulling te geven aan de ambitie naar kwalitatief goed EBGS-onderwijs. Tijdens de Moravian Day worden er dagelijks 26 workshops gehouden voor leerkrachten van de lagere school, de MULO-scholen en voor schoolleiders. Dit zegt EBGS-directeur Mildred Demon. Zij geeft verder aan dat het een mijlpaal is gedurende 10 jaar deze tweedaagse workshops te organiseren. Het is gewoon een geweldig gevoel, want bij alles wat je opstaart is het vaak vallen en opstaan, zegt een trotse EBGS-directeur. Het is niet alleen vanuit binnenuit, hè, binnen onze eigen organisatie, maar ook van buitenuit dat mensen ook zeiden van jullie organiseren het volgend jaar toch weer en mag ik dan ook komen, mag ik ook andere collega's meenemen. Weet je, dan, dat geeft ook een goed gevoel van dat je iets goeds neergezet hebt en dat je iets neergezet hebt voor de sector. En we zijn ook ontzettend blij dat we het voor de sector doen. Hè? Het wordt vanuit de EBG georganiseerd, EBGS, Stichting Onderwijs der EBGS, maar het is voor de sector onderwijs. Natuurlijk roep ik mijn collega's op van jullie zijn verplicht te komen of kom, maar we stellen het ook ter beschikking aan anderen en dat is ook gebeurd en gezien de opkomst denk ik van ja, mensen kijken reikhalzend er ook naar uit. Onderwijsminister Lilian Verrier vindt het een geweldig initiatief dat deze Teachers Day jaarlijks door de stichting EBGS wordt georganiseerd. De bewindsvrouw is blij omdat er een toename te merken is van het aantal leerkrachten dat zich aanmeldt voor deze dag. De minister is ook onder de indruk van de hoge kwaliteit van de workshops. Het is heel erg gevarieerd. En dat is allemaal goed. Want inderdaad, zoals mevrouw Demon het ook heeft gezegd, het onderwijs ontwikkelt zich razendsnel. Dus je moet steeds komen met nieuwe methoden, met zaken die anders gaan. En ik ben dus blij, nogmaals, er is ook een onderdeel dat vanuit het ministerie komt, omdat we bezig zijn met de uitvoering van het Basic Education Improvement Program, BEIP. En daar zijn dus niet alleen lesmateriaal is daarvoor ontwikkeld, maar ook de aanpak. Hoe ga je met kinderen om? He, dus de methodiek van lesgeven, die wordt helemaal anders. Het is al lang niet meer juf, ik sta voor de klas en ik bepaal. Het is zelfs niet meer kinderen in groepjes, maar het is laat die kinderen onderzoeken, laat zij met ideeën komen, laat zij zaken gaan uitvinden, laat ze vragen stellen. Vragen, vragen, vragen. Onze minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze sprak vanmorgen tijdens de start van de 10e Moravian Teachers Day op het complex van het Surinaams Pedagogisch Instituut. Het thema dit jaar is EBGS-onderwijs inspireert en verrijkt. De Moravian Teachers Day wordt morgen afgesloten.